Welkom bij Cubito's in 3 minuten. Cubito's is een spel voor 2 tot 4 spelers vanaf 10 jaar. En over een potje doe je ongeveer 45 minuten. En zoals je ziet op deze tafel is het een dobbelspel. Er zijn heel veel verschillende soorten dobbelstenen. En het doel is eigenlijk simpel. Er is namelijk een parcours. Er zijn er heel veel verschillende in het spel. En het doel is om als eerste de finish te bereiken. Dus je begint bij de start. En je moet zo snel mogelijk naar de finish. Mocht het jullie nou lukken dat er meerdere spelers tegelijkertijd de finish halen, dan gaat het natuurlijk om degene die het verste weg is. Ja, maar hoe speel je dit spel nou? En dat is toch even iets om goed op te letten. Je bent allemaal tegelijkertijd aan de beurt. Dus je pakt je dobbelstenen en je mag er aan het begin, en dat kan later meer worden, 9 dobbelen. Je begint ook met 9 dobbelstenen, dus dat is makkelijk. Die gooi je. En je gaat dan kijken welke zijn blanco en bij welke staat er wat. Als er iets op staat aangegeven, dan leg je die neer in jouw actiegebied en ga je daar later wat mee doen. Maar je mag dan kiezen, je kunt de dobbelstenen waar niks op staat opnieuw gooien. Dus deze 7 die over zijn, die kan ik nogmaals gooien. En wederom doe je dan, degene waar wat op staat, leg je neer in jouw actiegebied. Maar mocht je nou gooien en er blijkt uiteindelijk niks te zijn, of je kunt geen enkele dobbelsteen neerleggen in jouw actiegebied, dan ga je onderuit en dan ben je af en dan moet je al je dobbelstenen afleggen en heb je eigenlijk geen actie om uit te voeren. Maar dat kan alleen als er al 3 dobbelstenen in je actiegebied liggen. Dus stel je voor, er liggen er 2 en ik gooi hier niks, dan gebeurt er niks. Maar als er meer dan 3 liggen en je gooit niks, dan ben je onderuit gegaan en gaan al je dobbelstenen weg. Dat is dus een linkersoep. Want je moet elke keer kiezen, ga ik nog een keer dobbelen of doe ik het toch niet? Als je weinig dobbelstenen over hebt, is het risico natuurlijk heel groot. Gelukkig is het niet helemaal kapot als je niks gooit. Het is namelijk zo dat je dus je acties niet meer uit kan voeren, maar je gaat wel vooruit op dit spoor. En dat levert je toch een soort van bonus op. Kijk, de eerste stap, dat doet nog niet zoveel. Maar als je verder komt op het spoor, krijg je bonussen. Hier bijvoorbeeld krijg je 1 blijvende munt. Dat zijn deze fiches. En hier, en dat is nog interessanter, krijg je ook een handje. En op dit handje zie je bijvoorbeeld staan plus 1. Dat betekent dat jij naast de 9 dobbelstenen die je al mocht pakken aan het begin, 1 extra dobbelsteen mag pakken. Ja, inderdaad. En wat doe je dan vervolgens met de dobbelstenen? Nou, we zullen zo uitleggen wat erop staat. Maar degene die je gebruikt hebt uit jouw actiegebied, die leg je neer op het afleggebied. Degene die blanco waren en over waren gebleven, die blijven gewoon in je dobbelgebied liggen. De volgende ronde vul je weer aan tot 9 of meer. Dus dan pak je eerst de dobbelstenen die in jouw kiesgebied lagen. Die leg je neer in je dobbelgebied. En daarna, als je kiesgebied leeg is, pak je ze uit het afleggebied en vul je aan tot het aantal dobbelstenen dat je mag gooien. Maar wat vind je nou op die dobbelstenen? Nou, de basis is niet zo heel interessant. Deze grote dikke dobbelsteen, die heeft de startspeler. Dus dat is een extra bonusje die je steeds omwisselt. En hierop vind je bijvoorbeeld een voetje. Nou, dat spreekt voor zich. Dat is namelijk 1 stap. Als ik 1 stap heb gegooid, die ligt in mijn actiegebied, verplaats ik hem naar mijn afleggebied en zet ik met mijn poppetje 1 stap op de vierkantjes op het bord. En verder vind je op deze basisdobbelstenen deze rondjes met een 1 erin. En dat zijn eigenlijk muntjes. Je hebt in het spel 2 soorten muntjes. Je hebt de tijdelijke muntjes. Dat zijn deze ronden. Die moet je direct uitgeven om daarmee nieuwe dobbelstenen te kopen. Maar op sommige plekken verdien je de vierkante muntjes. En dat zijn de blijvende muntjes. Die verdien je bijvoorbeeld hier of op het bord. Dat zijn deze fiches. En als je die verdient, mag je die uitgeven wanneer je wil. Dus die kan je nog een ronde bewaren. Inderdaad. En wat doe je nou met die munten? Daarmee ga je nieuwe dobbelstenen kopen. De kosten voor de dobbelstenen staan op de kaarten aangegeven. En het leuke is dat die kaarten elk spel weer anders kunnen zijn. En op die dobbelstenen vind je allemaal extra eigenschappen met meer stappen. Of een speciale eigenschap die op de kaart staat aangegeven. Maar in de basis dus gooi je 9 of meer dobbelstenen. Degene met een actie leg je neer in je actiegebied. En je moet zorgen dat je niet niks gooit, want dan kun je onderuit gaan. Alles leg je vervolgens af en zo gaat het door totdat iemand als eerste over de finish is en die wint het spel. Ja, en die basisdobbelstenen die zijn hartstikke saai. Daar wil je natuurlijk zo snel mogelijk vanaf, want die leuke gekleurde dobbelstenen hebben veel meer leuke acties. Bijvoorbeeld meer geld of bijvoorbeeld deze, de Bahama Lama. Die zorgt ervoor dat je ook wel eens over het water mag lopen of dat je heel veel geld hebt of dat je met elkaar strijdt of de stinkkaas, ook een van mijn favorieten. Heel fijn. Kan je heel snel lopen. Maar er zijn ook nog een paar dingen op het bord waar je rekening mee moet houden. Bijvoorbeeld de strepen. Je hebt bijvoorbeeld deze rode strepen en die zijn eigenlijk heel voordelig. Doet mij een beetje denken aan kwakzalver.
servers. Als er namelijk gedurende het spel iemand een beetje ver vooruit loopt en jij loopt achter, dan mag je één extra dobbelsteen pakken aan het begin van het spel voor de rode streep die ertussen staat. Stel je voor, heel erg onvoordelig, dat het zo staat, dan heb je maar liefst 1, 2, 3 rode strepen tussen jullie. Dus op die manier zorg je ervoor dat er nooit iemand heel erg achter gaat lopen of iemand juist heel ver vooruit wint. En dat er altijd iedereen evenveel kans heeft om te winnen. Ja, daarnaast staan er nog wat andere dingen op het speelbord aangegeven, maar die staan heel handig in de handleiding opgeschreven. Al bepaalde voordelen of nadelen. Dus dat is iets zelf om even te bekijken. Maar wat vind jij van Cubito's? Ik vind het heel erg leuk omdat er zoveel variatie in zit. Het is een heerlijk dobbelspel, maar toch best wel uitdagend. Ja. Ik win het niet zo vaak. De dobbelstenen hebben elke keer iets anders, want hier liggen kaarten bij. Maar er zitten nog veel meer kaarten in die doos, dus elke keer zijn ze iets anders waard. Waardoor het spel elke keer weer helemaal anders is. En het is altijd super spannend. Want gisteren dacht ik dat ik ging winnen en ik won zeker niet. Ja, het is gewoon een dikke aanrader voor mensen die houden van racespellen. Zoals bijvoorbeeld de zoektocht naar Eldorado of Flam Rouge. Dus als je daarvan houdt, is dit een heel erg leuk familiespel.